wacht even. Ja, kom dan maar. Wat doen we hier in godsnaam? Ja, dat is een verrassing. Voor je verjaardag. Ja, wat wil jij? Mam, ja? Wat wil je eten? Dat weet ik niet. Ik vind het allemaal staartje. Ja, Hollandse week, neem lekker zo'n minuutje. Nou, kijk, die dikke lust zelf ook wel een hamburgertje. Alex, Alex, leg alsjeblieft je telefoon weg. Huh? Ik vind het hier al erg genoeg. Nou, we gaan zo. Doe even gezellig, hoor. Je bent jarig. Moet je die patatjes niet meer? Nee. Huh? Nee, ik hoef ze niet. Nee, maar... Waarom doe je nou zo? Wat is er nou? Wat is er nou? Nou, bijvoorbeeld dat ik in een snackbar mijn verjaardag zit. Nou, hij wilde toch uit eten. Kijk eens, mama heeft dat kipburgertje niet opgegeten. Alex, in godsnaam kunnen we hier weg. Geen toetje meer? Nee. Dit weekend hadden we een groot feest om mijn moeder te bedanken voor de mooie jaren. Hans Weijers en de NOS hadden heel Ahoy afgehuurd en allemaal artiesten die voor mijn moeder zouden optreden. Maar het mooiste was dat Max en ik hadden afgesproken om voor de gein mijn moeder een loer te draaien. Dus we hadden als geintje een grindcore band laten overkomen uit Canada. En natuurlijk dacht mijn moeder dat het er gewoon bij hoorde. Max en ik gingen zowat dood in die stoelen. Mam, je moet wel meezingen. Huh? Je moet wel meezingen, anders denken mensen dat je het niet leuk vindt. Ja, maar ik... Ja, gewoon meezingen. En ja hoor, op een gegeven moment begint ze gewoon moeilijk hard te schreeuwen. Max en ik hadden het niet meer, ze gingen helemaal los. Maar uiteindelijk kon ze er zelf ook best om lachen. En het laatste was het idee van Hans om Erika Terpstra van het podium in het publiek te laten springen. Ja! Maar daar kon eigenlijk niemand echt om lachen. Waarom doet dat ding nou niet, joh? Oh, kijk. Willy? Ja? Willy? Ja? Wat ben je aan het doen? Niks, gewoon in de tuin. Gaat jouw moeder mee maandag? Nee, waarheen? Gaat zij mee naar Dordrecht, maandag? Weet ik niet. Ik moet haar vragen, zij is in die townhuisje. Ja, vragen. Kleren zou je zeggen, hé. Mam, ga jij maandag mee naar... Wat ben jij nou aan het doen? Hoezo? Nou, omdat je met een reddingsvest aan ramen staat te lappen. Ja, hè? Waarom laat je dat niet gewoon doen? Wel, geen zin in. Ja, ja. Maar ga jij maandag mee naar Dordrecht? Oh, weet ik niet hoor. Zie ik nog wel. Ja, ja. Zie nog wel. Ik heb er helemaal geen zin in. Denk het niet. Ja, oké. Okay. Ja. Hallo. Heb jij het gevraagd? Ja. Eén? Ja, ze heeft er heel veel zin in. Zo, dat ja, daar zit nog een stukje ouwe. Alex, stoot u het erop. Lieve mensen, ik heb deze videoboodschap gemaakt om jullie allemaal te bedanken voor de mooiste dag van mijn leven. Het begon al mooi, met een verlengde Volvo richting Amsterdam naar een van de beste Chinese restaurants. De combinatie hier is groter dan. En na een paar borreltjes was er ook tijd voor wat gekkigheid met mijn moeder en mijn vriendin. Voor alle belangrijke gasten hadden we speciaal connection bussen afgehuurd. En toen iedereen er was, zongen we het openingslied. Toen was het zover, de eet. Als een goed en getrouw koning schuldig is te doen. Sorry, mevrouw Kleinsma moet even naar de toilet. Jetta Kleinsma moest naar de wc tijdens de eet. Na de eet moesten we op een rondvaartboot naar optrainers kijken. Alsjeblieft, zeg. Het is wel mooi geweest met al die gekke gaat. Ik wil eraf nou. Kijk die kinderen. Pas op die kinderen. Daarna mochten we backstage bij Armin van Buren. Armin! En die draaide uiteindelijk zelfs nog mijn eigen nummer. Het was een waanzinnige dag. Dus iedereen, heel veel dank. Willy, telefoon. Ja, ik hoor het. Ja, hallo. Alex met je moeder. Dag, mama. Waar zijn jullie? Onderweg naar huis. Wat bezielt jullie in godsnaam? Wat, hoe bedoel je? Die kleren, godverdomme Alex, die je vriendin aan heeft. Hé, wat? Die loopt in Nuremberg rond met een hakenkruis op haar jas. Met een hakenkruis op haar jas? Hé, wat is er?
Wat zegt zij? Iets met je jas, zegt dat er een hakenkruis op zit. Ja. Een waar? Helemaal een sodemieter. Nou ja, zeg, dat is een ontwerp van Klaas Iversen, hoor. Wat kan me geen flikker schelen? Hoor. Max. Mam, rustig nou, er is niks aan de hand. Zo, wat is er met haar? Ik ga het gesprek beëindigen. Oh, ja, je bent onredelijk. Ja, doei. Zo, oh, jezus. Wat was er nou? Ja, die, laat die jassen zien. Ja, hier. Waar? Waar? Ja, huh? Nee, dit is wel echt een hakenkruis. Wat is een hakenkruis? Ja, ik zet weer muziekje aan, ja? Ja, mam. Mam, je moet hem even omdraaien. Huh? Je moet hem even omdraaien, camera. Wat? Omdraaien? Huh? Ja. Want dan zie ik jou niet meer, dan zie ik het scherm niet meer. Nee, niet die telefoon. Ja. Je moet even op de knopje drukken met die pijltjes erbij. Dat die omdraait, weet je? Waar moet ik op drukken? Ja, een knopje met een klein cameraatje met twee pijltjes eromheen. Nou, dat zie ik niet. Ik zie wel een soort wasmachientje met pijltjes erop. Druk daar maar op. Oh ja. Ja, heel goed. En nou omdraaien, de telefoon. Nou omdraaien? Ja. Oh ja. Is het okay, leg maar even neer op de tafel nou. Ja. Oh ja, nou zie ik je. Hoi. Nou, voel je een beetje jarig? Gefeliciteerd, hè? Oh, ach, dankjewel, Alex. Het was gisteren mijn verjaardag. Gisteren? Ja, ik was gisteren jarig. Dat had je ook kunnen zien, want het was de hele avond op de NPO. Oh, vandaar. Eikel. Sorry, ja. Oh, bedankt voor de felicitatie. Ja, alsnog. Ja. Ik ga me ophangen als je het niet erg vindt. Dus tot ziens. Dag, Alex. Koekenbakken. Mam, je hebt niet opgehangen nou, hè? Hè? Wat? Je hebt nog niet opgehangen. Oh. Moet ik dan weer op dat wasmachientje... Nee hoor. Niet nodig.